Kortrijk wil de komende 10 jaar 2000 projecten gerealiseerd zien die de toekomst van de stad en de regio zullen uittekenen. 2030 moet daarin het hoogtepunt worden waarin Kortrijk de culturele hoofdstad van Europa wil worden. Platform Durf 2030, bestaande uit heel wat partijen uit verschillende sectoren, waaronder Designregio Kortrijk, heeft als taak om al die projecten te gaan bundelen en te ondersteunen. Bij ons zit Katrien Voet, zij is gangmaker van het platform Durf 2030. Dag Katrien. Hey, dat is Sebastian. Durf 2030 is enkele weken geleden officieel gelanceerd. Ja. Het is eigenlijk een experimenteerfase om de komende 10 jaar vorm te gaan geven aan de stad. Met als doel dan om in 2030 culturele hoofdstad van Europa te worden. En dat met behulp van die 2030 projecten. Ja. Hoe werkt dat juist? Hoe zit dat juist in elkaar? Maar het is dus inderdaad zo dat de stad Kortrijk een jaar geleden ongeveer beslist heeft van we willen ons kandidaat stellen voor culturele hoofdstad 2030. En eigenlijk met het idee of het geloof dat kunst en creativiteit impact kan hebben op de transformatie die momenteel bezig is, de digitale en maatschappelijke transformatie. Als we al die uitdagingen, als we daar wel in mee zijn en creatieve oplossingen voor zoeken, dan geloven ze van de creatieve mindset en de kunst en creativiteit dat die een heel grote rol kan spelen. Dus we gaan culturele hoofdstad dat jaar 2030 gaan we gebruiken als een versneller om te komen tot een wereld die al getransformeerd is. Ja. En om dat te doen, moeten we onze kandidaat stellen in 2023-2024. Mm-hmm. En om daar een goede bidboek voor te hebben, een goede kandidaatstelling, gaan we experimenteren de komende 2 jaar. En dat is inderdaad die experimenteerfase Durf 2030, waar dat we dus die 2030 projecten gaan doen. Durf 2030 is een platform van allemaal organisaties, maar ook burgers, die samen gaan nadenken van hoe kunnen we oplossingen vinden voor die uitdagingen van vandaag. Ja, oké. En het platform, wat doen wij dan? Dat is misschien wel interessant. Dat is eigenlijk vooral, dus het, zoals je al zei, het bundelen van die projecten, zichtbaar maken op onze website. Het ondersteunen, dat wil zeggen, dus communicatief, maar ook financieel. We hebben een durffonds opgericht, waarmee we gaan kijken van hoe kunnen we die projecten financieel ondersteunen. Ja. We gaan ook mensen, projecthouders, want dat kan iedereen zijn, dat zijn ondernemers, burgers, organisaties, hogescholen, studenten, iedereen die daar zin in heeft. We gaan die mensen ook gaan inspireren. Inspireren met goede voorbeelden uit het buitenland, maar ook uit het binnenland. Mm-hmm. Dus ook inspireren. En dat is eigenlijk wat dat de taak ook is van ons platform, allemaal durvers. Ja, okay. Mensen die goesting hebben om er iets aan te veranderen. Goed. Dus als je dan spreekt over die 2030 projecten, dat is niet nu binnen die 2 jaar experimenteren alleen, dat is gedurende de 10 jaar die gebeuren. Ja, 10 jaar. Ja. En welke projecten passen daar binnen? Wat zijn zo de vereisten om binnen het kader van Durf 2030 te passen? Ja. We hebben eigenlijk een drietal criteria vastgelegd, voorlopig. Hè, want Durf is iets dat constant evolueert. Ik denk in de komende jaren ook, niks is fixed. Alles moet wendbaar zijn en flexibel zijn. Maar op vandaag gaan we ervan uit, die projecten moeten een impact hebben op je buurt, je stad of je regio. Dat is het eerste vereiste. Mm-hmm. Dus je moet een verandering teweeg brengen. Ja. Kunst en creativiteit wordt ingezet als tool. Hè, dus dat is zeker ook een belangrijke. En dan gaan we ervan uit dat je ook een co-creatieproces met burgers of ondernemers aangaat. En liefst in een sectoroverschrijdende samenwerking. En dus die samenwerking is heel belangrijk. Waarom? Omdat we er ook in geloven, als er uitdagingen zijn in de maatschappij, dat je ze van verschillende kanten gaat benaderen. Als je ze maar vanuit de ene kant benadert, vergeten een heel aantal criteria, dan gaat het soms zelf in tegen iets anders. Dus dat is een beetje de reden ook voor het geloven in die, niet zomaar samenwerking, maar wel. Okay. Het idee is dus eigenlijk om ook heel wat mensen te bereiken, dus niet enkel de partijen die deelnemen, maar ook alle burgers in de regio. Hoe ga je die allemaal bereiken? Ja, dat is de moeilijkste. Hè? Ja. En ik denk dat we daar op verschillende manieren mee omgaan. We gaan enerzijds, geloven wij ook dat zij ook een durver kunnen zijn. Dat zij ook, als we denken aan de participatieve maatschappij die aan het evolueren is, mensen willen ook zelf dingen veranderen, zelf aanpakken. Ja. Dus gaan we ook kijken dat we inhoudelijk die call, we gaan met calls onder andere werken, dat we die calls ook toespitsen op thema's die voor hen belangrijk zijn. Nu de eerste was rond eenzaamheid. Zo ontstaan heel wat kleine bottom-up projecten van mensen die zelf zin hebben om te experimenteren. Mm-hmm. Anderzijds gaan we ook
We gaan niet ons terugtrekken in cultuurcentra. Nee, we gaan in de maatschappij projecten gaan doen. We gaan in de straten, bij de mensen zelf. Dus in de openbare ruimte, zeer flexibel, zeer visibel eigenlijk en zeer toegankelijk werken. Anderzijds hebben we onze uitvalsbasis Broek A6. Onze ontmoetingsplaats is eigenlijk een open deur. Het is een café beneden met een hele mooie tuin. Waardoor dat het ook zeer toegankelijk is dat mensen, ook mensen die gewoon op café komen, gaan in aanraking komen met de projecten die we aan doen. Ja. Dus we hopen daardoor mensen te zien. Ja, om overal aanwezig te zijn. Voilà, ja, en goed zichtbaar te zijn. Ja. Oké, perfect. Dus nu hebben we inderdaad de eenzaamheid gehad. Ja. Dus het volgende topic is circulariteit. Is daar al iets meer over geweten? Ja, we zijn daar nu volop mee bezig. We hopen van de call te lanceren 1 april. En waar we nu mee bezig zijn, is dat circulair denken, het circulair leven. Wat houdt dat allemaal in en hoe kunnen we daar dan concreet een call rond ontwikkelen? We willen ons vooral toespitsen naar ondernemers. Van hoe kunnen we kunst en creativiteit koppelen met ondernemers? Je hebt natuurlijk heel veel creatieve ondernemers en heel veel ondernemers die al bezig zijn met die transformatie. Maar we geloven daar ook wel in dat niet bij alle ondernemers al is, dat zij mee zijn in die digitale maatschappelijke transformatie. En dat je door kunst- en creatievelingen daarmee samen te laten werken, dat ze kunnen verbeelden van hoe gaat die toekomst eruit zien en hoe moet je als onderneming dan je daarop gaan aanpassen. Is het je product die veranderd moet veranderen of moet iets helemaal anders aan doen? Zodat je eigenlijk al een soort strategie voor een lange toekomst samen met creatieveling en ondernemers. Dus een echte kruisbestuiving tussen de verschillende partijen. Ja. Okay. Die gaan dan allemaal samenwerken aan die toekomst. Ja. Hoe ziet voor jou die toekomst eruit, denk je, 2030? Ja. Wat gaat er, denk je, bereikt zijn tegen dan? Ik weet dat. dat is natuurlijk... Wie weet dat, hè? Ja, wat dat er in 2030... Maar je ziet inderdaad wel al een aantal evoluties. Ja, het feit van die digitale transformatie, als je nu ziet wat een versnelling dat neemt door corona, welke opportuniteiten dat er komen, hoe dat bedrijven nu omgaan met thuiswerk en hoe dat die mobiliteit verandert, dan zie je dat binnen 10 jaar gaat dat gewoon common zijn, gaat dat normaal zijn. Ja. Dus als je wat boeken daar rond leest, dan keren we eigenlijk terug naar een meer gecentraliseerd leven, waar dat wonen, werken, ontspanning, allemaal samen veel meer dichterbij gaat gebeuren. Dus dat gaat wel een impact hebben, ook op grote bedrijven, bijvoorbeeld Proximus in Brussel, gaat een co-office in Kortrijk hebben, maar dat mensen die normaal naar Brussel gaan, samenwerken in Kortrijk bijvoorbeeld. Ja. Dus daar gaan wel zeker op dat vlak evoluties zijn, maar uiteraard ook op vlak van klimaat, veroudering, zorg. Dat gaat allemaal er anders gaan uitzien. Ja, En we hopen natuurlijk dat we met die durfprojecten, door die experimenten te doen, dat we daar een soort versnelling in kunnen maken in onze regio. Ja, en een verbreding misschien ook. Een versnelling, een verbreding, absoluut. Ja, want dat is het. Hè. Degene die creatief zijn en mee zijn met alles, en zeker met dat digitale, dat is geen probleem. Maar het is voor degenen die er gaan uitvallen, dat gaat de moeilijkheid. Ja. Om ze mee te hebben en dat ook begrijpbaar is. En dat ze voelen dat dicht op hun zit, dat op hun vel zit. Mooie plannen, mooie vooruitzichten. Ja. Spannend. Het idee is dus om daarmee eigenlijk in 2030 culturele hoofdstad te worden. Ja. Er zijn nog enkele steden in Vlaanderen die ambitie hebben. Hoe gaan wij ons onderscheiden tegenover die andere, soms grotere steden? Ja, inderdaad. Want er zijn wel eens Gent, Brussel, vooral Leuven zou misschien wel ook een competitie met ons kunnen zijn. Dat is een beetje gelijkaardig. Ik denk dat er heel wat steden ook op dat participatieve gaan inzetten. Ja. Dat is de trend ook wel. Ik denk dat wij moeten, en daarom noemen we het ook durf, dat we moeten echt durven. En durven kijken van heel lang te kijken, van inderdaad voorbij die 2030. Ja. Wat is de toekomstvisie? En dat sector overschrijdende. Dus dat we niet alleen gaan kijken van hoe kunnen we via kunst en creativiteit impact hebben op het sociaal of zo, maar veel meer alles geïntegreerd, integrale benadering eigenlijk gaan hebben. Waardoor dus die sectoroverschrijdende samenwerking superbelangrijk is. Ja. Ja. Dus ik hoop daar dat we daar wel een verschil in kunnen maken. Ja. En in een soort, ik denk dat de kracht van Kortrijk is ook dat we zijn niet groot, we kennen elkaar allemaal. De netwerken zijn immens en we zijn ondernemers. Hè. Dus dat is het ondernemende karakter, het innovatieve ondernemende karakter van onze regio, gaan we zeker
uitspeelt, zit in ons DNA. Dus ja, hopelijk komt het er ook uit. Hè. Ja, het is dat. Dat komt zeker goed. Ja. Oké, okay, bedankt. Bedankt, Katrien. Er staat heel wat te gebeuren de komende 10 jaar. Dus ja, kijk alvast naar uit. Wij ook. Dankjewel. Merci.